De Rotterdamse skyline wordt een nieuw icoon rijker. BAM laat de komende jaren op het Rotterdamse scheepvaartkwartier de Zalmhaven verrijzen. Eén woontoren van 215 meter, geflankeerd door twee woongebouwen van 70 meter hoog, maakt de Zalmhaven de hoogste woontoren van de Benelux. Om het project efficiënt en veilig te realiseren, maakt BAM voor de bouw voor de Zalmhaven 1 gebruik van een hijsloods. We hebben een aantal mogelijkheden bekeken. Klimbekisting, glijbekisting, allerlei soorten, prefab, deels prefab. En de hijsloods was een van de interessantste opties, omdat de bouwtijd daardoor aanzienlijk korter werd. En ook omdat de omgevingsveiligheid aanzienlijk verbeterd werd. Een hijsloods is een zelfklimmend platform met daarop een overdekte, geconditioneerde en volledig ingerichte bouwplaats waarbinnen alle werkzaamheden plaatsvinden. Dankzij constante omstandigheden en een uitgekiend proces is BAM in staat één etage per week te realiseren. Veilig voor de werknemers en vrij van weersinvloeden. Nou, de grootste uitdaging in de voorbereiding van het prepareren waren de hijsvermogen wat erin moest zitten. De werkhoogte, want we moesten één verdieping kunnen maken in de loods. Het transportdeel, waar gaan we transporteren, waar gaan we hijsen. En voor de rest natuurlijk het transport van de hijsloods, het gevaart op zich over de weg. Dus we hebben hem modulair geïngineerd, zodat hij in modules over de weg kan. En dus ook weer afgevoerd kan worden. De hijsloods bestaat uit een spantconstructie met stalen dak en gevelpanelen. Hij is voorzien van een bovenloop hijs- en montagekranen en heeft een eigen gewicht van 900 ton. De hijsloods is ontwikkeld en gebouwd in samenwerking met Civiele Techniek De Boer, een specialist in verplaatsingstechniek. Wij engineeren alles samen. De Boer is echt van de techniek van het vijzelen, de techniek van de loods. En wij zijn van de organisatie van het geheel in de loods, dus het samenwerken van de partijen, het aanvoeren van de materialen, het afstemmen van de gewichten op de kraan in de hijsloods. Er is sprake van integrale aanpak in de hijsloods, omdat je in de hijsloods optimaal samen moet werken, omdat je eigenlijk met z'n allen op één niveau werkt. En uiteindelijk is het dan heel essentieel dat je met elkaar begrip hebt voor elkaar, maar ook met elkaar in de goede volgorde werkt. Dus je moet dan je proces op elkaar afstemmen en met elkaar delen. Door het inzetten van de hijsloods en dankzij een optimale prefabricering worden de veiligheidsrisico's tot een minimum beperkt. Het reduceren van het aantal logistieke bewegingen op de bouwplaats en het beperken van de bouwtijd geeft ook minder hinder voor de omwonenden. Bijkomend voordeel is een comfortabele, rustige werkomgeving voor de bouwplaatsmedewerkers zonder invloed van weer en wind. Het bouwpersoneel werkt straks in een geconditioneerde ruimte. Het is in principe een veilige ruimte. De hijshoogte is altijd maar 3 meter. Er komt straks een gevel omheen die hem beschut tegen weer en wind, maar ook tegen vallen en dat soort dingen. Maar het beschermt ook de omgeving tegen het vallende voorwerpen. En er zit nog een ander groot voordeel aan. Er is één hijspunt. Er is maar op één plek waar elementen gehezen worden. Van beneden naar boven. Dus het is eigenlijk maar één plek die voor de bouwvakker die in de omgeving werkt een risico is. En waar hij zich ook weg kan houden. Voor de Zalmhaven passen we een bouwmethode toe die het beste past bij het ontwerp en de omgeving. Dit heeft geleid tot de keuze om de toren grotendeels te prefabriceren en daarbij gebruik te maken van een hijsloods. Niet een nieuwe bouwmethode, maar doorontwikkeld voor dit project. Met deze bouwmethode kan een enorme bouwsnelheid en dus tijdswinst worden behaald. Iedere 5 dagen drukken wij de hijsloods omhoog. En in die 5 dagen moeten een man of 40 onderling afgestemd hun proces doen. En doordat er van tevoren beter, veel detailistischer naar gekeken is, neemt de efficiëntie enorm toe. Dus je hele logistieke proces wordt afgestemd op het montageproces. Dus je hebt een veel hogere efficiëntiegraad.